Oké dan, beste mensen, daar zijn we weer. En dit keer Waddenzee deel 3. En vuurtorens is het onderwerp. Je ziet hier een mooie impressionistische vertaling met een prachtig dramatische lichtinval. Het weglopen van de verf naar de randen toe. Dus je ziet hier veel minder detaillering aangebracht dan zeg maar rondom de vuurtoren zelf. Dus ook het detailleringjes als vogels ook altijd eventjes nog weer wat extra. Wat de afbeelding nog wat interessanter maakt om naar te kijken. Maar met name het licht donker, dat pakt wat mij betreft echt dat steelt de show. Ook hier eventjes flink donker achter die bosjes neergezet, waardoor die vuurtoren mooi losgetrokken wordt. Dit is een wat meer uitgewerkte schilderij. Daar moet je van houden. Het wordt wat mij betreft wat popperiger, wat illustratiever. Het is wel echt een goed schilderij qua geschilderdheid. Alleen het is misschien wel iets te... ook richting het behagen geschilderd. Maar goed, sommige mensen houden van dit soort tafereeltjes. Ik vind het zelf ietsjes mooier als het een beetje wordt weggelaten, zeg maar, alle detailleringen. Dit is wat meer explosievere vertaling. Dus je ziet hier de klodders aangebracht met een paletmes, nog goed duidelijk zichtbaar. Je ziet hier zelfs nog het doek wat erachter doorheen schemert. Dus zo dik is het ook weer niet opgezet. Tenminste niet heel erg gelaagd en weer vernietigd en weer eroverheen enzovoort. Dus het is wel iemand die weet wat hij doet en waar hij de toetsen neerzet. Mooi met het licht donker ook. De rotsformaties gedrapeerd. Nou, ook weer een beetje een ideale vakantiebestemming-achtige manier van schilderen. Een soort paradijsachtige omgeving met die prachtige bloemen. Hele mooie schelpje nog. Dit is al wat dramatischer. Ik bedoel, dit gaat echt richting het lieve, het behagelijke, het vrolijke, het enzovoort. En hier wordt het al ietsjes dreigender. Komt de zee en de gevaren van de zee. Die komen wat meer in het schilderij tot uitdrukking. En waar dan een vuurtoren ook voor dient allicht. Ik heb een aantal vuurtorens van Waddeneilanden. Dit is de Brandaris op Ter Schelling. Ja, volgens mij wel. En dit is Ameland. Nou, je moet zelf maar even kijken op vuurtorens Waddeneilanden. Welke vuurtoren je zelf het leukst vindt. Of misschien heb je wel een herinnering aan een van je favoriete Waddeneilanden. Of zelf dus foto's daarvan gemaakt dat je die kunt gebruiken. Oké dan, dit was het. De inleiding.